Ik had nog geen 2 uur getekend. En mijn hele inbox stond vol. Instagram DM'en stond vol. Facebook Manager stond vol. Ja, weet je, dat geeft dus ook wel aan. Ga niet eerst stoer doen, maar wees gewoon open en sta er gewoon heel normaal in. Sjaak Polak, de meeste voetballiefhebbers kennen hem als cultheld met markante en hilarische uitspraken. Maar de geboren Hagenaar is in eigen stad serieus bezig als trainer van de ADO-vrouwen. De vraag is, hoe lastig is die switch van het mannenvoetbal naar het vrouwenvoetbal? Ik heb meer vriendinnen dan vrienden, dus dat maakt het al wat makkelijker. Ja, alleen mijn vriendinnenkring, dat is uiteindelijk een iets harder. Die zijn altijd harder naar mij toe, ik harder naar hun. Omdat ik ze al vanaf kleins af aan ken. Dus het is een klein voordeeltje. Maar we moeten gewoon heel realistisch blijven. Het is een blijf voetbal. En ja, je bent voetbaltrainer. Ja, en dan, dat doe je dus eigenlijk hetzelfde als wat je gewend bent. Ja, het is gewoon waanzinnig. Het is fulltime job. Iedere dag met voetbal bezig zijn. Maar met name ook de ontwikkeling van de meiden. Ja, en als je ziet hoeveel meiden we nu ontwikkeld hebben, die nu al een duwtje krijgen richting Zeist. En dat noem ik met name nationaal. Ja, dat is voor ons natuurlijk fenomenaal. Had je ooit verwacht dat je voor een vrouwengroep zou gaan staan? Nou ja, in het begin had ik zoiets van, ja, word ik in de maling genomen. Toen ik gebeld werd, dacht ik van, huh? Ja, ik word weer voor bananensplit. Je dacht, maar, Frans Bauer komt zo. Nou ja, ik dacht echt, ik word gewoon in de maling genomen. Maar uiteindelijk bleek het serieus te zijn. Nou ja, ik weet dat heel veel mensen tegen mij hebben gezegd, joh, vrouwenvoetbal is niks en het is allemaal maar traag en het is allemaal maar, ja, hoe je het ook kan benoemen. Uiteindelijk, ik had nog geen 2 uur getekend en mijn hele inbox stond vol. Instagram DM'en stond vol, Facebook Manager stond vol. Of ze niet alsjeblieft assistent konden zijn of een trainer zochten of materialenman kunnen worden of weet ik het allemaal. Ja, weet je, dat geeft dus ook wel aan. Ga niet eerst stoer doen, maar wees gewoon open en sta er gewoon heel normaal in. Zo is het maar net. Toch blijft het vrouwenvoetbal de gemoederen flink bezighouden. Mag je het nu wel of niet vergelijken met de mannentak? En hoe oneerlijk zijn de ongelijkheden nou eigenlijk? Ben je een grootverdiener? Nou, dat zeker niet. Laat ik het eerlijk zeggen, elders kan ik veel meer verdienen. Maar ja, goed, ik kijk niet altijd naar geld. En soms moet je dat wel doen, maar dat is niet altijd zo. Ja, ik vroeg die vraag omdat de vrouwen in het vrouwenvoetbal stukken minder verdienen dan, ja, dan de mannen. Ja. Wat vind je daarvan? Het is groeiende. We moeten ook heel eerlijk zijn en realistisch. Ik weet ook wel wat sommigen krijgen bij Ajax en PSV. En ondertussen weet ik ook wat ze bij Twente krijgen. Nou, ik kan je één verrassing vertellen. Die hebben ze hier niet. Dus wat dat betreft heb ik daar alle respect voor. Voor de meiden die interesses krijgen. En toch voor ADO blijven spelen. Ja, dat, hoe mooi is dat? Alleen al wel, ja, ADO die krijgt er geen cent voor. En dat is wel jammer. Ja, in het vrouwenvoetbal ja, durven dames in het algemeen ervoor uit te komen dat ze bijvoorbeeld lesbisch zijn, et cetera. Ja. In de mannenwereld, in de voetbalwereld, blijkbaar niet. Er zullen er vast wel jongens tussenlopen die ook op mannen vallen. Die durven er niet voor uit te komen. Ja. Snap je dat? Nee, dat is niet helemaal waar. Ze hebben er niet lak aan. Alleen, het komt op de duur uit. Ze lopen er niet meer voor weg. In het vrouwenvoetbal is niet iedereen daarin bekend. Hè? Op den duur zijn ze bij ADO nu wel bekender aan het worden. Maar het gaat erom, als je een mannelijke speler hebt, die gaat ook boodschappen doen. Hè? Dat is net zoals jij en ik. Ook een sneetje, heb je ook bloed. Zijn normale mensen. Alleen, ze komen wat vaker op tv. En dat is het grote probleem. Die willen daar niet mee geassocieerd worden. Aan de ene kant begrijp ik dat wel. Maar aan de andere kant denk ik van ja, je kan beter veel sneller uit de kast komen, zeg ik maar dan. Dan op een latere tijdstip. Want dan heb je dat allemaal al gehad. Hè, voordat je dadelijk aan het einde komt, dat je dat weer over je heen krijgt. Maar ja, als je gevoelens voor mannen hebt, ja, wat moet je daaraan doen? Daar kan de persoon niks aan doen. Dat zijn gevoelens. En we moeten eens een keer kappen met dat alibi-gedrag en Calimero. En weet ik het wat voor termen je hebt.
Laat mensen gewoon met rust. Nou, Sjaak, jou laten we nog even niet met rust, want er is een vacature beschikbaar als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. Tuurlijk, Louis van Gaal wordt genoemd, maar hoe zou bondscoach Polak klinken in de oren? Nee, ja goed, dat is wel een droom. Daar loop ik niet voor weg. Om met de beste speelsters van Nederland te lopen en te mogen werken en te trainen. Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ja, ik vind het alleen maar mooi dat mijn naam wordt genoemd. Dat geeft ook een stukje erkenning in mijn werk. En wat ik presteer en wat ik doe. Ik hoef ook niet echt, op dit moment heb ik mijn papieren ook nog niet. Maar het zou mooi zijn als je ook als assistent aan de bak kan gaan bij het mooie Oranje. Want dat is uiteindelijk het hoogst haalbare. Ja. Maar desniettemin heb ik het ook namens Simba ADO. Ja, en we gaan het allemaal wel meemaken. Louis van Gaal, Sjaak Polak, dat zal toch mooi zijn? Jij als assistent en Louis als hoofdtrainer? Ja, ja, als je van die man zoveel kan leren. Die alle kneepjes van het vak kent. Die overal in de wereld heeft gewerkt. Zo'n staat van dienst. Zoveel kennis. Ja, dan ben je natuurlijk niet goed bij je hersenpan. Als je dan nee zegt, dan ben je niet goed. Sorry. Dan heb je iets te veel van die nippies op. Maar nou ja, goed, het is een fantastische naam. Maar of die daar open voor staat, dat weet je niet. Dat zou je naar hem moeten vragen. Tja, met of zonder nippie, wij durven het toch even aan om te vragen naar de mannentak van ADO Den Haag. Want die staan op het punt om te degraderen. Wat kan Sjaak Polak daarover kwijt? Je moet denk ik één trap hier omhoog. Daar zit Mohamdi. Ik denk dat je die vraag aan hem kan stellen. Ik denk dat dat het beste is. Je hebt daar geen eigen mening over? Die heb ik wel. Maar die ga je niet zeggen? Nee, waarom? Nou ja, kan toch? Misschien pikken ze het wel op. Nee, het doet mij gewoon heel veel wat. Laat ik het zo zeggen. Het doet mij heel veel pijn om de club zo laag te zien staan. En het contrast met ons, met de vrouwen, waar we het goed doen. Ja, dat is een vreemde situatie. Dat is het enige wat bij mij nu is. Maar ik ga hier niet me toe laten verleiden om hierop antwoord te geven. We houden Sjaak Polak in de gaten als trainer van ADO Vrouwen. En misschien dus wel als toekomstig bondscoach van onze eigen Oranje Leeuwinnen.